nauwe samenwerking tussen Eindhoven en de randgemeente. Meer buurtbewoners de straat op voor veiligheid. En de dierenbescherming komt in actie tegen zwerfkatten. Eindhoven wil meer samenwerken met de randgemeente op het gebied van wonen en werken. Daarover hebben de gemeenten in het zogeheten stedelijk gebied afspraken gemaakt voor de komende 20 jaar. Het is een gebied van 8 gemeenten met Eindhoven als centrum. Gisteravond sprak de Eindhovense gemeenteraad over de plannen en die ziet de samenwerking wel zitten. Samenwerken met randgemeenten, dat is goed, vanuit praktisch oogpunt. Er zijn heel veel dingen die je niet eentje hoeft te doen en sterker nog die je beter samen kunt doen. Toch zijn er nog wel zorgen bij een aantal fracties. De afspraken gaan vooral over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, het bepalen van de grondprijs en het op peil houden van de sociale woningbouw in het gebied. Maar op dat laatste punt zijn de afspraken te vrijblijvend, zo vindt de SP. Gemeente, omliggende gemeenten bouwen dus voor de behoefte die er bestaat in Zuidoost-Brabant. En dat is niet gebeurd. En sterker nog, er zijn een aantal gemeenten waar heel weinig of zelfs geen sociale woningen zijn gebouwd. Nou, nu ligt er een convenant en dat is eigenlijk een lijst met afspraken over ja, wat gaan we nu doen. En we gaan ervoor zorgen dat dat wel gaat gebeuren, maar ja, wat ons betreft is het absoluut niet hard genoeg, want ja, je hebt geen stok om mee te slaan op het moment dat er niks gebeurt. Ook zijn er bij een aantal partijen nog twijfels over het democratisch gehalte van de samenwerking, omdat gekozen politici nauwelijks kunnen meebeslissen. We moeten dadelijk met 6-7 gemeenteraden het eens worden over één onderwerp. Ten eerste wordt dat heel traag en stroperig. En ten tweede wordt de input die je dan nog hebt als gemeenteraad steeds kleiner. Ik denk dat de afstand van de burger tot het bestuur wordt steeds groter op deze manier. Van wethouder List had de samenwerking ambitieuzer gemogen. Dat zou beter zijn voor de economie in de regio, maar andere gemeenten zagen dat niet zitten. Volgende week neemt de Eindhovense gemeenteraad een besluit over het stedelijk gebied. Ook andere gemeenten moeten nog instemmen.